Het is een mooi project. Het kost natuurlijk wel heel veel geld, maar desalniettemin, als je kijkt wat wij hier met die Maasfactor 2 weer bijdragen extra aan onze economie, werkgelegenheid, maar ook aan de Europese economie, dan zou je kunnen zeggen dat dit project in enkele tientallen jaren zich meer dan terugverdient. De kustlijn verschuift bijna 3,5 kilometer naar het westen toe. Dus we zullen straks alle landkaart, de bosatlas, opnieuw moeten tekenen. Want er komt echt 1000 hectare netto land bij. Alle VIP-gasten die kwamen aan en die mochten van schoeisel wisselen. Dus we hadden op een gegeven moment al onze 300 gasten staan op laarzen. En het was natuurlijk ook ontzettend leuk dat de koningin uiteindelijk ook daar in die bak kwam staan op laarzen. Op dezelfde manier en daarmee de officiële handeling heeft verricht voor de naamgeving van de havens. Het verwondert natuurlijk niet dat juist Ons Majesteit, daar waar je praat over land erbij in relatie tot economie, dat ze daar buitengewoon geïnteresseerd is. In al die gesprekken die ik met haar heb gehad de afgelopen jaren bleek dat. Maar ook dat duurzaamheid zij zo belangrijk vindt. En dat bleek ook alweer bij het bezoek vandaag. Ja, dat is hartverwarmend, de steun die je dan van haar mag ondervinden. We hebben ruim 3 kwartier met Hare Majesteit door Futureland heen gelopen. En ik heb daar diverse personen die heel intensief aan dat project hebben gewerkt aan Majesteit voorgesteld. En de Majesteit was ontzettend enthousiast, heeft heel veel vragen gesteld, was uitermate geïnteresseerd in het project, was ook heel goed op de hoogte van het project. En dan blijkt 3 kwartier om te vliegen. Wat ik begrijp van iedereen was, waren zowel degenen die zijn voorgesteld aan Majesteit als Majesteit zelf uitermate enthousiast over het centrum. Nou, wat leuk is in dit Futureland, dat is dat je een blik in de toekomst krijgt. Hoe gaat het hier uitzien? Als dadelijk in 2013 die Maasvlakte zijn eerste grote vorm heeft aangenomen en de eerste schepen komen. En het leuke is dat het helemaal niet moeilijk is. Het is met al die moderne audiovisuele hulpmiddelen heel gemakkelijk te zien hoe het gaat worden. Dus ik zou zeggen, iedere Nederlander die een keer een dag over heeft, kom hier naartoe. Kom het zelf zien, het is geweldig interessant en ik denk dat als je hier bent dat je trots op Nederland wordt. Dat gaat heel automatisch, maar dan in de goede zin van het woord. Echt trots op wat ons land ook vandaag in 2009 weer op de mat zet. Ik denk dat het echt heel erg groots is wat hier gaat gebeuren.